Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Veel bewolking boven Nederland en uit die bewolking valt van tijd tot tijd ook pittige neerslag. Buien kunnen soms fel uitpakken, in de ochtend vooral rond de grote rivieren. En misschien ook wel in Friesland, maar dat breidt zich allemaal uit en in de middag valt op veel plaatsen een stevige bui. Kans op onweer is daarbij aanwezig. en Er kan ook hagel bij voorkomen en in korte tijd kan flink wat regenwater vallen. Temperaturen liggen vanmiddag buiten de buien om tussen de 17 en 20 graden. En de wind is zuid tot zuidwest, zwak tot matig bovenland en soms vrij krachtig langs de kust. Vanavond neemt de buiigheid langzaam weer af en hebben we temperaturen van een graad of 16. Dan naar morgen. Eigenlijk een herhaling van zetten. Want opnieuw ontstaan stevige buien. Met kans op hagel en onweer. En in korte tijd veel regen. Bij temperaturen tussen de 18 en 20 graden. De wind komt onveranderd uit het westen tot zuidwesten. En is over het algemeen zwak tot matig. Voor donderdag nog weinig verandering. Vrijdag een iets kleinere buienkans. En zaterdag wordt het al op steeds meer plaatsen droog. De zon krijgt meer ruimte. En tegelijkertijd zien we de temperaturen iets teruglopen. Want zaterdag is het 16 tot 19 graden. Ik ben Marco Verhoef